Ik ben een digitale dichter. Ik maak weinig afval tijdens het schrijven. Ik heb gewoon een computer en daar zet ik woorden in en daar zie je niets van. Die computer wordt afgesloten en daar is er geen fysieke restant van. Maar mijn man is een papieren schrijver. En het probleem is dat hij zo de papiertjes, eigenlijk alles wat dat beschrijfbaar is, gebruikt om op te dichten. Waardoor je dus ja, geen snoeppapiertje meer onbedacht in de prullenbak mag gooien. Want je zou wel eens een half gedicht kunnen wegwerpen. Wat mij als de vrouw des huizes dan, in de stereotype verdeling dat ik dan het huishouden doe, mij heel erg onzeker maakt. Dus voilà, bij deze het gedicht voor mijn dichtende man. Weerbarstig. Bedenk me als een stukje papier dat je onbedacht in je jaszak propt nadat je er wat op schreef. Ik laat open wat, al hoop ik, laat het een zin zijn. Eén voor in een vers van later en waaraan je blijft denken nog lang nadat je me wegstopte. Je kent de zin naderhand van buiten. Hij doemt op als een mantra in je hoofd en toch nooit vind je er de juiste context voor. Een goed gedicht dat de zin plaatst, omkadert en bovenal temt. Hoe je me dan na verloop van tijd weer boven haalt, streelt en zucht. Wat moet ik met je aan? De volgende bundel, de eerste bundel heette Zonder en de tweede heette Toen je met een huwelijk vroeg. Recensenten gaan ervan uit dat ik eerst nog zonder lief was en toen plots een ring over mijn vinger geschoven kreeg. Ik zeg daar niets over. Omdat ik geen vis meer wou zijn, wierp ik me ooit uit het water. Kreeg benen. Ruilde mijn schubben voor huid en begon met longen te ademen. Nu kijk ik van op de oever van het land naar de zee. Onderhandelend met de golven of ook terugkeren mogelijk is. Ik wil ook weten wat dat is. Benen die weer verdwijnen, verschubbende huid en ademen dat weer happen wordt. Wat is dat krampachtige happen toch goddelijk? De zee zou de zee niet zijn als ze mij niet schuimbekkend verwelkomde. Ik heb inderdaad naar adem gehapt. Gehapt is een moeilijk woord voor iemand van de verste kant van Vlaanderen, maar het is mij gelukt. Derde bundel heet Altijd een raam. Recensenten gaan ervan uit dat dan in het huwelijk een of ander verluchtingsgat nodig is. Ik zeg daar niets over. Maar ik lees wel het gedicht Zakdoek voor. Mensen zijn niet voor elkaar gemaakt. Als ze zeggen, jij hebt zo'n mooie neus, daar zou je toch iets mee moeten doen. Ik had jou kunnen houden als je me zo nam dat jij schelp werd en ik slak en wil perfect sloten. Maar slijm was het enige wat kwam. En toch dacht ik bij je uitzwaaien aan de zakdoek in mijn broek. Het idee dat ik daarin een knoop moest leggen. En die vast te grijpen, zodat telkens jij verder trekt, die knoop aanspant en ik me alles al maar beter herinner. En dan de laatste bundel. Houdingen.
ja, de recensent heeft daar nog niet veel over gezegd in het kader van mijn verleden, maar ja goed. Wie weet. Ik blijf zwijgen. Ik vind het al heel erg moeilijk om de juiste woorden te wikken. Dat is het leed van een dichter, dat hij dan eindelijk de woorden gevonden heeft van kijk, deze woorden wel en deze niet. En dan krijgen ze een reeks interviews waarin ze dan uitleg moeten geven. En dan zeggen van ja, nee, dat wil ik dus nu helemaal niet doen, want we hebben nu net zo spaarzaam geweest met onze woorden. Wat zouden we nu nog moeten zeggen? Leg uw hoofd zo in mijn arm, dat van uw voorhoofd naar uw mond mijn blik schuiven, over de kam van uw neus. Leg uw hoofd zo, ik leg op uw mond mijn hand. Wees rust. Ja, ik lach een beetje, maar het komt eigenlijk omdat u misschien kunt denken dat dit gedicht van mij is, maar het is niet waar. Het staat in mijn bundel, maar het is niet van mij. Het is van Paul van Ostaaien. En ik heb het er wel ingezet, met zijn naam eronder natuurlijk, als een soort van, hoe heet dat dan, een voorwoord of een citaat. Een citaat dat de bundel dan een beetje kadert. Ik had dat nog nooit gedaan, maar het is een... Het is onlosmakelijk verbonden met de bundel en ik kan het ook niet laten om het iedere keer voor te lezen, om te beginnen in Houdingen. Als er ook één gedicht is van heel mijn reeksje, of mijn set zoals ze dat nu modern zeggen, dan moet het gedicht van Ostaaien zijn. Ik weet niet of er hem zelfs nog auteursrechten op rust, ik weet het niet. Goed. Ik zag eens een wegwijzer zo scheef trekken dat het leek alsof hij naar zijn eigen bestemming neigde. Heel even verweesde ik ook. Een naam brandde onbereikbaar op mijn buik en schroeven in schouders en schenen. O, ik schreeuwde. Ik heb die wegwijzer uit zijn voegen gerukt. Ik heb die wegwijzer gedragen, spoorslags naar zijn bestaansrecht. En daar op het altaar heb ik hem zachtjes geaaid. Wierook en zalf, tot het terstond koud werd en stil. En ik nog steeds thuis moest zien te raken. Het is wel een zware bundel. Ieder gedicht sla ik zo over van, oh ja, nee, dat is te zwaar. Oh, niet verteerbaar. Trek terug. De knieën tot onder de kin. Armen als vleugels eromheen. In deze houding kun je jezelf wiegen. In deze houding gebruik je de voeten optimaal. Rol ze af van hiel naar teen en terug. Er zijn veel mensen die zo jarenlang in kelders zitten. Ze rennen hun eigen armen in. Ze rollen zich op als foetussen binnen de wand. Ze worden geboren. En ze keren dan weer terug. Ik had het moeten weten. Zand waarop niet te bouwen valt, deugt ook voor begraven niet. Hoeveel lagen bijvoorbeeld zijn er nodig voor jou? Ik begraaf je. Roep luid vaarwel, vaarwel en begraaf je en begraaf je. Maar de bergen wandelen hier. Ze worden heuvels, vlaktes, dalen, vlaktes, heuvel en weer bergen. Verderop. Ik heb geprobeerd je te verbergen, maar je zingt jezelf steeds een weg naar boven. Je fluit je lippen vrij en je korrels
slaan opnieuw in mijn gezicht.